nieuwe klanten binnenhalen. Dat willen we allemaal heel graag. Maar als dat nou lukt en je business groeit, heb je dan een systeem dat mee kan groeien? En hoe hou je die klanten binnen, ook als het in de relatie even niet zo lekker gaat? En daar gaan we het over hebben, want dit is Enrise Business Talks, waar het gaat over jouw online business. En om het daarover te hebben, zit ik weer met Pim van der Linden, onze sales bij Enrise. Welkom terug. En we hebben een nieuwe gast, Flip Rozen. Tegenwoordig zag ik, ben je head of sales bij Buckaroo. Dat klopt, ja. Maar vroeger was je gewoon netjes consultant. Ja, dat ben ik nog steeds. Of gewoon adviseur. Ja. Maar ik mag tegenwoordig gewoon een klein teampje aansturen. Oké, vandaar. Het blijft jong leren met die functietitels. Precies, ja. Zolang je geen customer happiness officer bent, dan... Dat doe ik erbij. Dat doe ik erbij. Oké. Maar goed, we gaan eerst even een stukje... Want we hebben al eens een keer een webinar gedaan, hè, met Buckaroo. Ja. Yes. Onze partner op het gebied van betalingen. Maar we gaan eerst even een stukje laten zien uit dat webinar. En je bent natuurlijk echt klein begonnen. Daarom heb je waarschijnlijk ook een bepaalde keuze genomen voor zo'n dienst als Petje Af. Ja. Zou je die keuze nu weer gemaakt hebben met de kennis van nu? Ik denk wel dat als je maker bent en je maakt een podcast of een videoserie of whatever... dat je eerst wel wil testen of daar een markt voor is... voordat je natuurlijk enorm gaat investeren. Dus dat hebben we gedaan en dan sluit je toch logischerwijs aan bij een platform... dat het jou makkelijk maakt. Als je ziet dat die groep mensen, het aantal abonnees zo groot is... dat je denkt, nou ja, die percentages die we afdragen, dat is eigenlijk wel zonde. Dan kan ik dat beter investeren en weer terugverdienen door die percentages zelf te houden. Dan is dat een logische stap. Maar ja, achteraf hadden we natuurlijk meteen moeten inzetten. Maar ja, weet jij veel. Ja, dus... Je weet eigenlijk niet zo goed waar je moet beginnen, omdat je niet zo goed weet of je platform een succes gaat worden. En mijn vraag aan jou eigenlijk, Pim. Zie jij dat ook veel, dat bedrijven beginnen op een wat beperkt platform en dat het dan onverwacht een succes wordt? En dat ze dan denken, ja, wat nu? Absoluut. Ik denk in het voorbeeld van Sander... daar zie je heel goed dat een enthousiaste ondernemer die wil gewoon... voornamelijk zijn business case valideren. Hij wil proberen of iets werkt. En dat wil hij eigenlijk zo snel mogelijk kunnen doen. Met lage kosten, snel resultaat. En eigenlijk, ik denk als je een plat slaat, zo minder hoofdpijn mogelijk. Dus vooral focussen op wat je zelf goed kan. En niet zo bezig zijn met een online product of iets dergelijks. Een keuze daarin. Ja, want waar zit die hoofdpijn dan in het begin? Want je hebt inderdaad een business idee. Dat wil je graag snel lanceren. Ja. Ik denk wat je vooral, de keuze die je hebt is, je gaat iets nieuws doen en daar heb je iets van een online product voor nodig. Dus je gaat beginnen met abonnementen en daar heb je een systeem voor nodig om dat bij te kunnen houden op die manier. Op dat moment sta je een beetje voor de keuze van, ga ik een SaaS-oplossing kiezen, waardoor ik gewoon snel kan starten? Of ga ik misschien iets maatwerk laten bouwen en ga ik een bureau selectie doen? Ga ik offertes vergelijken? Ga ik wachten op de realisatie? Eigenlijk dat soort dingen. En op dat moment denk ik dat je daar helemaal niet mee bezig bent. Je wil gewoon starten, vooral met de leuke dingen. Volgens mij heeft Sander dat ook gezegd, ik wil vooral leuke dingen doen. En die abonnementjes zijn hartstikke leuk. Maar het product daarbij is toch vooral ondersteunend. Vooral in die eerste fase. En dan komt er dus een punt dat je denkt van oké, nou gaat het echt te erg knellen. Nou krijg ik, ik heb nieuwe producten, die krijg ik er niet in. Ik heb heel veel klanten, ik krijg het niet geschaald. Dan moet je toch een keer aan de bak. Ja, het is vooral als je succesvol wordt, dan heb je er een probleem mee in één keer. Altijd balen als je succesvol wordt. Dan is het een succes. En dan wil je uitbreiden, opschalen, producten erbij, services erbij, veel meer kunnen aanbieden. En dan denk je in één keer van, ik zit in één keer vast aan dat product wat ik toen heb aangeschaft. Waar ik niet goed over heb nagedacht, misschien wel. En dan moet je denken. Of dus juist wel, want je wou gewoon simpel beginnen en je businessmodel testen. Ja, dus je hebt vooral nagedacht over het businessmodel en niet echt over het product waar je dan je weg in moet gaan vinden. En waar je eigenlijk in moet gaan kijken van, hoe vast zit ik aan dit product? En ik denk dat ook een beetje het ding is. Prima, ik snap het heel goed dat je als enthousiaste ondernemer kiest, ik wil snel starten, ik kies voor SaaS. Maar zorg er wel voor dat je constant een vinger aan de pols houdt en dat product in de gaten houdt van, zit ik er niet te veel aan vast nu? En remt het me zo meteen af? Houdt het me tegen? Ben ik niet
afhankelijk van de roadmap van dat product. En moet ik maanden tot misschien wel jaren wachten op nieuwe features, zodat ik weer verder kan met mijn business? Ja, dat is een beetje inderdaad de vraag waar ik mee zit. Want zoals Sander het zegt en zoals jij het ook zegt, is het een beetje zo van, ja, had ik het maar geweten, dan had ik andere keuzes gemaakt. Maar ja, is het niet juist zo dat je klein en wendbaar en agile, als ik dan even het eerste buzzword op de bingo kaart mag doorstrepen, wil beginnen? En is het dan wel echt heel erg als je dan na een paar jaar erachter komt van, oh wauw, we hebben ineens 100.000 klanten, we hebben ineens het heel veel abonnees, ja, ons platform voldoet niet meer. Is dat niet gewoon ja een soort van groeipijn die erbij hoort? Ja, denk het wel. Ik denk niet dat het helemaal niet erg is. Alleen dat je op het moment dat je die switch moet gaan maken, dat je niet opnieuw weer de verkeerde keuzes maakt. Dus dat je dan wel de tijd ervoor neemt en dan wel een goede rondvraag doet. Je laat adviseren door een partij die dat onafhankelijk kan. En niet dat je toch afstapt op een leverancier van een pakket. En dan met die consultant er al snel achter komt dat het helemaal jouw ding is wat je nodig hebt. Laat je echt gewoon goed ruim daarin adviseren. Zodat je dus voorkomt dat je opnieuw diezelfde fouten maakt. Het is natuurlijk niet alleen dat je groeit, het wordt niet meer. Niet alleen, tenminste, het wordt wel meer, maar het wordt niet alleen meer. Je processen worden ook complexer. Je krijgt er businessmodellen bij. Je krijgt er, we gaan het straks over debiteurenbeheer hebben. En dat krijg je erbij. Heel leuk. Ja. Dus wat zijn eigenlijk, welke belangrijke keuzes moet je dan maken om het niet, in ieder geval niet verkeerd te doen? Het belangrijkste is eigenlijk dat je er rekening mee moet houden met selectie voor al die systemen. Hè? Want een SaaS voor abonnementen management systeem is natuurlijk maar één oplossing. Je hebt vaak te maken met een systeemlandschap. Je hebt een CRM waar je, of een ERP of iets anders erbij zitten eigenlijk. Allerlei systemen dat maken een systeemlandschap. En je moet vooral kijken dat dat ook een schaalbaar systeemlandschap is. En dat je dus met jouw business alle kanten op moet kunnen schalen. En ik denk dat de grootste valkuil is, wat wij vaak tegenkomen, is dat er in een pakket dat gekozen is of een SaaS-product, dat je erachter komt dat daar wel heel veel businesslogica in zit, stiekem. Waardoor je dus heel moeilijk van dat product af kan komen. En de oplossing die wij dan vaak voorstellen is door te zeggen, je trekt alles uit elkaar. Die businesslogica hoort niet thuis in die systemen. Gebruik de systemen waar ze voor bedoeld zijn. En als er iets ontbreekt, dan moet je vooral kijken of er een ander systeem is die dat kan aanvullen. Maar probeer niet te veel in die systemen te gaan sleutelen. Omdat je dan te veel daarvan afhankelijk wordt. Dus zorg voor iets van een middenlaag waarin je wissellogica kwijt kan. En waarin je gewoon nieuwe systemen op kan inpluggen. Flip, jij zit met Buckaroo. Zit jij in die systeemlandschappen? Ja. Kom je dit ook veel tegen? Mensen die ook, want betalen, ik vind het persoonlijk ook niet de meest romantische, het meest romantische deel van het inrichten van een nieuwe online business. Dat moet het toch vooral doen in het begin? Zeker. En kom je daar ook bijvoorbeeld oplossingen tegen waarvan je denkt van, dit moeten we echt vervangen, want dit gaat niet goed? Ja, wij zitten niet in de systeemlandschappen. Hè. Wij leveren, wij zijn een onderdeel van het landschap. Hè. Wij dat bedoel ik eigenlijk. De je zit in het systeemlandschap. En precies wat Pim zegt. Hè. Volgens mij is het belangrijk om eerst het vliegwiel aan te krijgen als ondernemer. En zorgen dat je klanten hebt en geld verdient. En met het feit dat je die klantgroep hebt en geld verdient, kan je ook investeren in de flexibiliteit om een nieuw platform neer te zetten en te investeren in het systeemlandschap. En wij komen heel veel klanten tegen die van een oude omgeving gaan naar een nieuwe omgeving en die flexibiliteit willen vergroten. Daar past het bij om met specialisten te gaan samenwerken op deelgebieden. En dat zagen we net ook in het filmpje van Sander en Sjoerd. Daar is Buckaroo een goede partij in om dat vanuit de betalingsinfrastructuur en de abonnementen, om dat voor klanten flexibel in te regelen. Eventjes voor mijn beeld. Ja? Dat is een beetje waar jullie zitten. Hè? Jullie zijn een beetje jullie zijn van de complexe processen, zeg maar. Ja, ja, met de focus op betalen. Dat is de rode draad van onze dienstverlening. Ja, ja. En wat ons vak is, om die complexiteit voor klanten makkelijk te maken. En uiteindelijk voor de klant van onze klant dat betalen of het verlengen, stopzetten, pauzeren van je abonnement. Of het betalen van een factuur die je vergeten bent over te maken. Om dat voor klanten makkelijk te maken. En dan komen we eigenlijk altijd weer op een beetje op de kernvraag. Zeg maar
het wezen van deze discussie die we hier altijd hebben bij Enrise is, wanneer kun je nou nog toe met een standaard oplossing, een SaaS of, ja, of een pakket of wat dan ook? Ja. En wanneer moet je nou die stap zetten naar maatwerk? Nou, in eerste instantie, wij zijn natuurlijk niet per se SaaS-haters, hè? Dus, nee, precies. Maar er is een, nee, maar ik snap is een tijd en een plaats voor alles. Kijk, dat klopt, want ik denk dat het heel slim is dat je juist in je systeemlandschap, hè, om het daar nog even over te hebben, dat dat altijd een combinatie is van een pakket, een SaaS, een maatwerk, een mijnomgeving, noem het maar op. Eigenlijk al dat soort dingen maken je. En dat is juist heel slim dat je daarin kiest wat op dat moment het beste voor je is. En ik denk dat in ons geval dat het dat de keuze voor in ieder geval bij de abonnementenstructuren is, wanneer je niet meer kiest voor SaaS, is eigenlijk het moment dat je als organisatie een next step wil maken. Dus dat je weet van, hè, je kan niet meer in het bestaande systeem, kan je je ei kwijt. Die voorbeelden die ik aan het begin gaf, dat je vastzit, dat je moet wachten steeds weer. En dat je eigenlijk denkt van, ik ben nu toe aan het nemen van die controle. En dan kies je ervoor om toch bepaalde systemen uit te wisselen. Of misschien wel je hele landschap aan te pakken. En dan ga je naar een uitgebreidere mijnomgeving bijna. Hè. Dan is het niet zozeer meer een abonnementenoplossing, maar is het gewoon een complete omgeving. Een self-service portal waar je als klant 24/7 zelf alles kan aanpassen. Dus stopzetten, starten, wijzigen, adreswijzigingen, diensten erbij nemen. Eigenlijk alles wil je zelf kunnen doen in je omgeving. Ja. En niet hoeven te wachten op de volgende dag dat je medewerker kan bellen. Dat wil je natuurlijk gewoon s'avonds laat op de bank doen wanneer je te binnen schiet. Ja, en dat is precies wat ons klant Videoland ook heeft gemerkt. Hoe meer je de consument het stuur geeft, de baas laat zijn over zijn eigen relatie met jouw bedrijf. Dus inderdaad abonnementen opzetten, pauzeren, upgraden, downgraden. Hoe meer je die controle geeft. En het klinkt misschien heel contrair, hè, dat je hoe makkelijker het is om op te zeggen, hoe langer klanten eigenlijk blijven. En dat is iets wat Videoland dus heel erg ziet. En die hebben dat gewoon heel mooi neergezet. Die zijn gestart met één abonnement. One size fits all. En die zijn along the way, omdat ze zagen dat die klantbehoeften veranderden, naar 3 abonnementen gaan. En ik denk dat het belangrijk is dat als je dit goed gaat inrichten, dat je heel erg nadenkt over welke partners passen bij de flexibiliteit die mijn klanten nu vragen, maar ook over een paar jaar. Kort samenvattend, je moet starten ergens. Je moet beginnen. En tegelijkertijd weet je op een gegeven moment, als dit succesvol wordt, dan gaan we groeien. Dan gaan we nieuwe abonnementen bedenken. We krijgen nieuwe eisen van al die klanten, die honderdduizenden klanten die we hebben binnengehaald. Ja. Heerlijk om het over te hebben eigenlijk. Hè? Dat soort luxe problemen. Luxe, ja. En dan gaan we nadenken over een nieuw platform. Dan gaan we nadenken over betalingspartners. En dan gaan we het helemaal vanaf de grond af inrichten zoals wij het willen hebben. Ja. Maar belangrijk is denk ik eerst gewoon dat vliegwiel aan en zorgen dat er gewoon euro's binnenkomen. En dat je dus ook de mogelijkheid hebt om te investeren in iets wat echt toekomstgericht is. Voordat we verder gaan, laat ik jullie nog even een klein stukje zien uit ons webinar. Wat we ook deden met Buckaroo. Dat ging speciaal over hoe richt je betalingen in voor abonnementen. En daarin zei Sjoerd, die we allemaal nog steeds erg missen, dit. Juist doordat we mooie samenwerking hebben met zo'n payment service provider, zien wij heel goed dat zij bepaalde delen die je vroeger zelf helemaal in moest richten, zoals een hele lijst aanleggen met je abonnees en dan handmatig of automatisch al die betaalopdrachten richting de PSP sturen op het goede moment ook, hè, en dat het niet dubbel gedaan wordt. Ja, dat hebben zij helemaal, kunnen ze helemaal uit handen nemen als een soort subscription service. Ja. Dat haalt heel veel complexiteit uit je platform. En dat geeft jou als ondernemer de kans om het platform zo in te richten, zodat het helemaal aansluit op wat jouw klanten van jou verwachten. Ja. Dus dan kan je pauzeren, maar ook de manier waarop je ermee praat, maar ook het medium. Hè. Doe je het in een app, doe je het in een website. Je kan het helemaal zelf bedenken. En doordat die technologische ontwikkelingen is dat de payment service providers die afhandelingen van die subscriptions doen, heb je daar in één keer veel meer ruimte voor en ook budget. Want je hoeft in één keer niet iets te bouwen wat je vroeger zelf moest bouwen. Flip, Sjoerd zegt hier eigenlijk 2 dingen. En ja, ik heb er natuurlijk geen verstand van, maar het lijkt ook alsof hij zichzelf een beetje tegenspreekt. Want hij zegt aan de ene kant, je moet betalen uitbesteden aan een specialist.
Nou, dat weten we, daarom hebben we jou hier aan tafel. Maar tegelijkertijd zegt hij, je moet betalen zo inrichten dat het 100% past in je klantreis. Ja. En dan hebben we het hier net gehad over, ja, als je je klantreis echt helemaal optimaal wil inrichten, dan heb je maatwerk nodig. Dan moet je zelf aan de bak, dan kun je niet met een standaard oplossing toe. Ja. Kun je dat uitleggen? Hoe combineren jullie dat bij Buckaroo? En wij doen dit al een jaar of 8, deze oplossing. En dat is meegegroeid met de wens van onze klanten en uiteindelijk de klanten van onze klant. Dus onze oplossing kent zoveel functionaliteit en daarmee flexibiliteit dat het klanten zoals Videoland, Swapfiets, Voetbal International, dat het hun weet te bedienen met de behoefte aan flexibiliteit die klanten daar hebben. En als je zo'n partner aan je weet te binden, dan kunnen we zowel een partner zijn voor een startende onderneming en kunnen we koppelen met een standaard oplossing, SaaS. Maar klanten zoals, ik noemde net Videoland en Swapfiets, ja, die hebben natuurlijk gewoon maatwerk. Ja. En beide kiezen voor ons, omdat we die flexibiliteit weten te bieden. En omdat we de mogelijkheid hebben om echt ook klanten verder te helpen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ja, dus op jullie platform is gewoon heel veel maatwerk eigenlijk mogelijk. Zonder dat we dat helemaal zelf hoeven te bouwen, kunnen we dingen gewoon inrichten zoals we ze willen. Ja, en dan klinkt het misschien alsof we voor iedere klant nieuwe functionaliteit ontwikkelen. Dat is niet zo, want voor ons is het natuurlijk ook een investering. Ja. En gaan wij kijken, is dat bruikbaar ook voor andere klanten? Maar Buckaroo is wel een organisatie dat, als antwoord daar ja op is, dat het redelijk snel in de lucht is. En daaraan zie je de rijke functionaliteit van ons platform. Eén speciaal klein dingetje viel me eigenlijk op in, we hadden natuurlijk een voorgesprek hiervoor. En toen hadden we het over aanmaningen. En ja. Ik moest daar een beetje om lachen, want helaas hoort dat erbij. Ja. Ja, maar wat jij zei, dat triggerde mij. Dat je namelijk ook dat traject van late betalingen en betalingen die niet komen, dat je dat ook kan gebruiken als branding, om daar iets met je merk te doen. Dus ja, zoals ik er tegenaan kijk, is dat een heel belangrijk onderdeel van je klantreis. Ondernemingen zijn vaak heel erg gefocust aan hoe haal ik consumenten aan de voorkant naar binnen. Er wordt heel veel tijd en energie ingestoken. En dan zijn ze binnen. En dan lijkt het soms wel of ze er heel veel aan doen om die klant weer zo snel mogelijk te verliezen of zo. Ja, om ze maar te irriteren. Heb je daar leuke voorbeelden van? Want dat zijn altijd, daar houden we wat van hier. Nou ja, ik heb er een hekel aan. Hè. We hadden het net over het inrichten van je mijnomgeving. Daar wil je eigenlijk als consument alles kunnen doen. Tot aan het stopzetten van je abonnement wanneer het jou uitkomt. Als dat niet kan, dan wil ik gewoon nog oldschool bellen. Nou, ik word chagrijnig van ondernemingen die hun telefoonnummer verstoppen op de site. Ja. Ik wil als ik het online niet kan regelen, dan wil ik nu iemand spreken en dan wil ik nu antwoorden. Ja. Dus de basis is, stel mij in staat om het online te regelen, maar anders ga ik bellen. En ja, ik word chagrijnig van als dat dan dus niet lukt en dan ben ik niet in controle. Ik zit te knikken, want ik herken dit enorm. Ja. Ja. Ik denk iedereen die wel eens online zaken doet met een bedrijf, die herkent dit. Ja, en dan haak ik dus af als consument. Waarom is het verlengenlinkje zo groot en knalgroen en het opzeglinkje zo groot en bijna net zo grijs als de achtergrond? Precies. Ja. Maar goed, om terug te komen op waarom haken mensen af? Nou, dit zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja. En ik denk dat het net zo belangrijk is om je te focussen op dat deel van die klantreis. Wat gebeurt na de onboarding? Dus bijvoorbeeld het niet hebben kunnen betalen van een openstaande factuur, om wat voor reden dan ook. En daar zit vaak geen onwil in. Dat is, je hebt het even druk met andere dingen. Of je hebt hem gewoon echt gemist in de e-mail, die factuur. Of je hebt net een grote aankoop gedaan. En op precies het moment dat jij dat deed, had je dus onvoldoende saldo om je Videoland abonnementje te betalen. Of je Swapfiets abonnement. Ja, dat hoort er dus bij. En hoe pak je dat dan aan? Want dat fascineert me. Want je hebt een abonnement, dat schrijf je automatisch af met een machtiging. En dan gaat er ergens een rood vinkje af, want
de betaling is mislukt. En dan, ja. Hoe richt je zo'n proces in dan voor, nou, voor een mooie, toch een mooie klantervaring? Daar kunnen we je bij helpen. We hebben adviseurs in dienst die onze klanten helpen om dat deel van je klantreis goed in te richten. En ja, dat kan je eigenlijk helemaal inrichten zoals je dat zelf wil. De look and feel is daarbij belangrijk. Dus past de manier waarop je een klant aanspreekt in de huisstijl die je ook op andere punten hebt in de communicatie met je klanten. Maar ook de tone of voice. En ik noemde net al Sofiets. Ja, voor mij is dat het voorbeeld voor hoe goed je dat kan inrichten. Zij hebben hun communicatie perfect afgestemd op hun doelgroep. Dat zijn vooral studenten. Nou, ik kan je voorstellen dat studenten niet altijd een voldoende saldo hebben om dat abonnementje te betalen. Ik ken dit meestal helemaal niet. Ja, zij sturen één mail, volledig in HTML, in hun huisstijl, met hun kleuren. Weinig tekst, maar met emoticons. Met zo'n dollarbiljet wat wegvliegt met vleugels. We hebben je betaling niet ontvangen, kan gebeuren. Maar als je op deze knop klikt, dan is het alsnog gefixt voor je. Ja. Ja, dat is mooi. En daar zie je dat de conversie van niet betalende klanten, dat die gewoon, of betalende klanten dus omhoog gaan. Ja. Ja, want het alternatief is dat je het laat sloffen of je stuurt ze post. Ik kan me voorstellen dat je als je post krijgt in een studentenhuis, dat is not done. Verdwijnt dat op een of andere stapel in een hoek en vormt een brandgevaar. En dan op een gegeven moment komt dat bij een incassobureau. En dan wat je eigenlijk zegt is, dan ben je die klant kwijt. En dan moet je weer aan de voorkant weer heel veel marketing euro's gaan verbranden om ergens nieuwe klanten te vinden. Exact. En het kan natuurlijk gewoon gebeuren dat je een keer een termijn vergeet te betalen. Of dat het niet lukt om wat voor reden dan ook. Ja, dan moet je een klant misschien niet te beleren en te woord gaan staan. Mensen voelen zich vaak ook al schuldig daarover. En als je daarop weet in te spelen, in je communicatie. En ons platform biedt die flexibiliteit om dat in te richten zoals je wil. Ja, dan ben je denk ik koning als het gaat om toch nog die factuur betaald krijgen met plezier. En de klant dan ook laten blijven. Dus je krijgt niet alleen die factuur betaald, maar ook die daarna. En dat is uiteindelijk het doel. Ja. We hadden het in het begin over de abonnementenbusiness. Ja, dat is wat je uiteindelijk wil. Ja. Die klant zo lang mogelijk aan je binden. En daar hoort dit gedeelte voor mijn gevoel heel erg bij. Pim, zijn jullie ook druk bezig met het betaalproces en om dat bij je branding te trekken en bij je klantreis? Ja, ook wel. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat je als klant in je klantreis de naadloze ervaring hebt. Dus dat je niet weet dat je van systeem A naar B gaat, naar C, en dat je dan weer met een andere frontend te maken hebt. En dat je dus niet als klant in één keer denkt van, ik merk gewoon dat ik aan het switchen ben tussen systemen. Ja. En het ene systeem weet niet dat ik een wijziging heb doorgevoerd in het andere systeem. Volgens mij wil je dat gewoon niet als klant. Dus je wil gewoon daar niks van merken. En ik denk dat soort dingen ervoor zorgen juist dat je lang klant blijft. Dus focus ook dan niet alleen maar op dat begintraject. Volgens mij kan iedereen dat. Iedereen kan met een te mooie aanbieding en misschien wel een misleidende abonnementje zoveel mogelijk klanten binnenhalen. Maar het gaat natuurlijk om, probeer ze maar eens binnen te houden. En probeer ze zo goed mogelijk hun verwachtingen waar te maken. Wat je in het begin hebt verteld, hoe mooi het allemaal is, probeer dat maar eens gedurende het jaar of jaren vast te houden. En dat kan alleen maar als je je systeemlandschap in ons geval zo goed mogelijk inricht, dat je gewoon niet merkt dat je van systeem naar systeem gaat. Ja. En branding is daar heel erg belangrijk bij. Maar ook een hele snelle frontend bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat die voorkant supersnel is. Niet alleen op je laptop, maar ook gewoon op je telefoon. En als het nodig is, laat daar een app voor ontwikkelen dan, waarin je het kan bijhouden. Komen er inderdaad een paar kanalen langs. We hadden het net over good old-fashioned e-mail, brieven, web, mobiel. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld iets als sms of WhatsApp of zo, dat dat ook een rol kan spelen in dit proces. Dus zeker. Ja. Hoe creatief kun je zijn in die kanaalkeuze? Heb je een voorbeeld van een kanaal waarvan ik denk van, nou, dat zou ik niet als incasso-kanaal dan? Een sms bijvoorbeeld. Dat wordt bij ons best wel veel ingezet. En je ziet dat de effectiviteit daarvan gewoon groot is. Omdat het
mensen zijn niet gewend om een betalingsherinnering per sms te krijgen. Het is best wel dringend. Sms wordt niet zo heel veel meer gebruikt, dus het valt meteen op. En als je daar met een goede tekst en een goede betaalpagina, die je ook helemaal kan stijlen in jouw huisstijl. Dus niemand ziet dat Buckaroo erachter ziet. Dat kan gewoon in de look and feel van de klant zijn. Ja, dan verlaag je die drempel, waar Pim het ook over heeft, om die betaling te doen. Ja, en dan is de essentie inderdaad wat Pim eigenlijk net ook zei, dat je niet ziet van dit komt van de betalingsprovider. Ja, en die naadloze overgang vanuit die sms naar een betaalpagina, of kan ook in de mijnomgeving weer, ja. Dat die daar wordt voldaan. En dan heb je weer een middel om klanten weer te lokken. Bijvoorbeeld marketingacties of upsell. Je zit toch in die mijnomgeving, je hebt net je factuur voldaan. Top, we hebben hier nog een verrassing voor je of zo. Ja, je kan daar van alles mee. Heel creatief. Zo zie je maar, ook late betalers zijn klanten en op klanten moet je zuinig zijn. En wil je nou precies weten hoe je betalingen en incasso's inpassen in je klantreis en in je branding? Binnenkort komen we met een webinar hierover, ook samen met Buckaroo. Dus hou onze site in de gaten, volg ons op social media en dan zien we je later. Dit was NWise Business Talks en ik zie je bij de volgende.